De Renault Sneak is een van de meest spraakmakende MPV's van dit moment. Bijzonder elegante styling voor een MPV. Ziet er eigenlijk niet uit als een traditionele ruimteauto. En dat komt ook vooral doordat die standaard altijd dus op 20 inch wielen staat. Ja, en die keuze van Renault lijkt eigenlijk wel heel goed te hebben uitgepakt. Want het is toch in korte tijd de bestverkopende auto in dit segment. De bestverkopende midi MPV dus. En daarmee heeft hij in 2017 zelfs de BMW 2-serie Active en Grand Tour van de troon gestoten. Nou, wij hebben een duurtest op zitten van 5 maanden. En we hebben in die tijd de Scenic als duurtester goed leren kennen. Nou, ik weet nog de eerste video dat ik hem aan jullie voorstelde. Toen zat ik nog wel een beetje over die wielen, die 20 inch. Ja, op korte oneffenheden voel je het ook echt. Dan voel je dat het onderstel hard aan het werk is. Demping is dan hard aan het werk om niet al te veel door te geven. Je hebt wat meer rolgeluiden, maar op lange afstanden dan ga je deze auto toch wel heel erg waarderen als reisauto. Hij voelt bij hoge snelheden echt wel lekker koers vast aan. Hij stuurt vrij direct bij die snelheden en ja, dat is ook wel weer een gevolg van die grote wielen natuurlijk. Dus dat heeft ook voordelen. De duurtester deed het met de TCE 130, een 1.2 viercilinder met turbo, maar die wordt vanaf maart 2018 vervangen. De nieuwe is weer een viercilinder turbo, maar dan een 1.3 in plaats van een 1.2 en die komt ook weer in meerdere versies. De instapper heeft 116 pk, de opvolger van de TCE 130 krijgt 140 pk en de krachtigste levert 160 pk. En dat laatste is een goede zaak. Maar nog belangrijker is het feit dat je nu de TCE 140 en de TCE 160 ook met automaat kunt krijgen, want dat was voorheen niet mogelijk. Wilde je een hogere Renault met benzinemotor en automaat, dan moest je uitwijken naar een Captur of een Kadjar. En op dieselgebied is het keuzeaanbod ook veel rianter. DCI 110, een DCI 130, een DCI 160. Die laatste krachtige diesel is altijd gekoppeld aan de automatische transmissie met dubbele koppeling, EDC in Renault-taal. En die motor hadden we ook in een Grand Scenic naast deze auto, want we wilden wel eens kijken van ja, waarom zou je nou voor een Scenic kiezen en waarom voor een Grand Scenic? Nou, de Grand Scenic is natuurlijk de grotere, langere versie van deze auto. Kun je als 7-zitter krijgen. 7 stoelen zijn die standaard, die moet je bestellen, dat kost €800 extra. En dat is ja, 2 keer per jaar dat je een kinderfeestje hebt of zo, is dat gewoon heel erg handig. Maar als je nou kijkt naar ja, de totale bagageruimte, met de stoelen neergeklapt in een 7-zits Grand Scenic is die 533 liter. Voor deze geeft er een 506 liter op. En er zijn nog veel meer hoeken en gaatjes die je kunt opvullen in die Scenic. Hij heeft in de bodem 4 vakken waar je kleine spullen in kwijt kan. Nou, handig tijdens vakantietrips. Hij heeft onder de bagageruimte nog een heel groot vak. Zeker omdat er geen reservewiel aanwezig is. Nou, die hele bodem kun je ook weer opvullen. Dus ja, zo kan er nog best wel veel mee hoor in deze auto. En ja, als het puur om bagage gaat, dan doet hij echt niet zoveel onder voor die Grand Scenic. Nou, beide auto's die hebben mooie knoppen achter in de bagageruimte waarmee je in één keer alle stoelen kunt neerklappen. Dus dat is ook allemaal wel handig. Dan heb je natuurlijk die verschuifbare middenconsole tussen de voorstoelen. Dat is al jaren echt een Scenic kenmerk. En je hebt een hele fijne grote dashboardkastlade, moet ik het maar noemen. Het is meer een soort uitschuifla dan een dashboardkastje. Die is ook nog gekoeld, dus je kunt bij zomerse ritten heel veel drank koel houden. Dat is ook altijd wel erg prettig. Ja, allemaal van die dingetjes die zo'n Scenic wel een echte familieauto maken. Hij heeft hier een spiegeltje. Nou, dat heeft ook de 5-zitsversie, de korte versie dus. En dan kan je ja, je kroos op de achterbank in de gaten houden. Ja, je hoeft Renault natuurlijk niet meer te vertellen hoe ze een familieauto moeten maken. Ja, die MPV's, ja, dat hebben ze al jaren onder controle. En dat bleek ook wel toen we met deze auto naar Frankrijk gingen en een verre voorouder van deze auto opzochten, de Project 900. In de jaren 50 hadden ze dus al een soort MPV-concept in hun hoofd zitten bij Renault. Die Project 900 die toonde dat. Nou, uiteindelijk heeft het natuurlijk wel tot in de jaren 80 geduurd voordat ze met die Espace kwamen. De Mégane Scenic 1996, de voorouder van deze auto weer. Ja, dat is allemaal, ja, daar hoef ik je allemaal niks meer over te vertellen. Dat doen ze gewoon heel erg goed bij Renault. Maar er zijn andere merken die ook hele fijne MPV's hebben. En dat bleek wel in de vergelijkende test van deze auto met de Citroën C4 Picasso. Daarvan hadden de PureTech 130. Nou, een hele fijne motor, een 3-cilinder turbo met net zoveel vermogen als deze TCE 130 van Renault. Maar dan met een cilinder minder. Ja, op rijden vonden die C4 Picasso een fijnere auto. Maar deze auto heeft zijn zaken op het gebied van veiligheid en uitrusting toch wat beter voor elkaar. En dat bezorgt hem toch een nipte overwinning in die vergelijkende test met die C4 Picasso.
één ding konden we in die duurtest niet zo erg wennen. En dat was aan de bediening van het multimedia systeem. Ja, het interface is gewoon niet zo snel. Je switcht niet echt makkelijk tussen de menus. In die menus vind je wel weer hele mooie zaken. Bijvoorbeeld om ja, de sfeer van dashboard te tellen, verlichting in te stellen. Met hele mooie graphics. Dat ziet er allemaal hartstikke mooi uit. Kun je niks van zeggen. Maar tussen die menus switchen, dat gaat gewoon niet zo makkelijk. En daar konden we gewoon niet aan wennen. Ja, dan kunnen we bij Autoweek natuurlijk allemaal hartstikke goed zelf inparkeren. En dan hebben we het allemaal helemaal niet nodig. Maar toch hebben we een keer die zelf inparkeermodus geprobeerd. En dat doet die Renault echt heel goed hoor. En niet alleen file parkeren, nee, ook haaks op de weg in parkeervakken zet die hem gewoon hartstikke netjes. En ja, natuurlijk duurt het altijd wat langer dan wanneer je het zelf doet. Maar ik moet zeggen, ik was best onder de indruk. Ja, dus al met al heeft Renault met zijn zaakjes echt weer heel goed voor elkaar. En ja, dat die auto zo goed verkoopt, dat is eigenlijk ook best wel logisch als je kijkt ja, hoe deze auto in elkaar steekt. Het is niet de bestrijdende MPV, maar het totaalplaatje klopt gewoon heel erg goed. Hij heeft veel moderne voorzieningen en dat maakt echt een midi MPV van deze tijd. En door die aantrekkelijke uitstraling deelt Renault echt die Scenic toch een beetje uit het duffe MPV-imago. Daar blijft hij toch een beetje van weg door die grote wielen en die mooie styling. Want ik moet zeggen, ik heb best wel genoten van alle aandacht die deze duurtester kreeg in die periode.